vandaag. Gaan we naar binnen. Dit plankje, onze toekomst samen. Daar. Een hele goede morgen, welkom weer in deze nieuwe vlog. Wij zijn de Bellinga's familievloggers en het is onze laatste dagje kerstvakantie. Het is zondagochtend, de kinderen die hebben bij elkaar geslapen. Het is al 8:30 geweest en ik hoor nu dat er gestommel en gebommel is boven. Dus ik ga eens eventjes kijken. Lucilla die heeft namelijk op het slaapbankje bij Luan geslapen. Luan heeft een slaapbankje op zijn kamer staan. En volgens mij zijn ze al wakker. Oh, ze liggen er niet meer. Hé, hey, kijk daar. Naar de slag sliep Lucilla. Luan sliep boven. Zijn ze naar boven geklommen? Ja. Oh, jij niet? Jongen, ik hoor iets van boven. Sorry jongen, sliep jij nog? Hé, hey, goeiemorgen kerel. Hé hey, kerel, lag je hier lekker te slapen nog? Grote uitslaper. Hé, hey, de laatste dag hè, dat je kan uitslapen. Zullen we maar even gaan kijken boven bij de meisjes? Ja? Kijk, want Lucilla die heeft daar gelegen. Dat is dat uitklapbankje, zeg maar. Daar heeft ze lekker gelegen. Maar volgens mij is ze al naar boven gegaan. Alexie! Hallo, kijk wie hier staat. Hallo Alexie. Was je lekker wakker? Oh, knuffeltje. Ach, ja? Oh, mag je mijn papa te knuffelen? Hé. Hey. Goedemorgen. Verstopt? Waar, wie, waar dan? Waar is Lucilla? Luxie, waar is Lucilla? Huh? Waar is Lucilla nou eens even? Even een beetje de lamp aan. Huh? Oh! Hier ligt Lucilla met unicorn. Was je verstoppertje aan het spelen voor mama? Nee. Ik denk, jij ligt lekker bij Luan in bed te slapen. Maar lag je daar niet? Nee. Oh, was je al naar boven geklommen? Ja. Met je grote mega unicorn erbij. Heb je lekker geslapen bij Luan? Ja. Ja? Lekker gedroomd? Ook naar beneden met één sok. Naar beneden met één sok? Oh, je hebt één sok. Oh, schatje toch. Nou, gaan we even lekker knuffelen. Even lekker relaxen. Want vanavond en vandaag hebben we nog een lekker chill dagje. Morgen gaan we weer naar school. Ze hebben goed uitgeslapen, de kinderen. Weet jij hoe laat het is? Je hebt de klok nog niet gezien of wel? Half negen? Je mag ertussen hoor. Half negen is het. Het is best wel heel erg uitslapen voor ons. Aangezien deze kruimeltjes altijd rond een uur of zeven sowieso wakker zijn. Ik hoorde wel de wekker bij Luan. Luan heeft een wekker op zijn kamer. Was hij die al gezet? Maar hij heeft hem uitgedrukt. En toen, ja, ik denk dat hij hem had gezet of zo. Ik weet niet waarom. Maar Luan slaapt nog. Hé, Luxie? Luan die wilde nog even lekker slapen. Ja. Goedemorgen, jongen. Kom je toch even erbij koekeloeren? Hm? Kom je nog even knuffelen? Ja. Hmm? Oh, dat is gezellig met Lucilla op de kamer. Ja. Ja. Maak je zo'n ochtendroutine? Nee, we maken eigenlijk helemaal geen ochtendroutine. Oh. Het lijkt er wel op, hè? Ja. Zo lekker, zo lekker. Chill aan doen. Zo, heel we hebben vandaag niks op de planning staan. We gaan straks met z'n allen naar de kerkdienst. Familiedienst noemt Daniel het. Dat we met z'n allen gaan, normaal gesproken. Gaan we de laatste tijd niet meer zo heel vaak met het hele gezin naar de kerk. Omdat Luxie niet echt heel makkelijk stil zit. En ik eigenlijk 9 van de 10 keer aan de andere kant van de deur zit dan in de 10 zit met de kinderen. Dus daarom dat Daniel eigenlijk heel vaak op zaterdagavond gaat. Onze kerk heeft, onze gemeente heeft meerdere diensten. Zaterdagavond is ook altijd een dienst. En dan gaat Daniel eigenlijk bijna altijd alleen heen in de avond. En ze hebben ook wel kinderopvang daar, zeg maar. Maar daar willen ze niet zo graag heen. En ik wil ze niet dwingen ergens heen te gaan waar ze eigenlijk niet zo graag heen willen. Dus ze zitten eigenlijk bijna altijd bij ons. Vooral Luan vindt het eigenlijk altijd heel leuk. Van baby's af aan zit hij al mee in de dienst. En toen Lucilla wat kleiner was, toen ging het ook nog wel goed. Maar met Luxie erbij. Luxie is zo
Dit is het de minst stil, zeg maar, van allemaal. Dus dan ben ik eigenlijk meer bezig met Luxie stil te krijgen of stil te houden. Dan dat we van de dienst kunnen bijwonen. Dus eigenlijk de reden dat we een beetje niet zo vaak meer als hele gezin naar de dienst gaan. Onze kerkdienst is trouwens niet in een traditionele kerk. We hebben een hele grote gemeente waarvan de diensten eigenlijk in een gymzaal zich afspelen. Iedere week wordt dat omgetoverd tot kerkdienst. Zeg maar. Ja, en de reden daarvan is, het past niet meer in een kerk. Het past niet in een kerk. Daarom was er 3 diensten in een grote gymzaal. Ja. Echt 2 gymzalen. Ja, waar per dienst. Eén waar je lekker even kon drinken en kon klitsen met ze. Ja. En bij de andere, daar stond dus de kerk. Ja, ze hebben ook een heel kinderkampers, hebben ze ook in een ander gebouw. Maar het past niet meer in een normaal kerkgebouw. Dus daarom 3 diensten in een groot gymzaalcomplex. Ja. En dan zingen we liedjes op het podium. En vooral dat, liedjes zingen op het podium, dat vindt Leon eigenlijk al vanaf kinds af aan heel erg leuk, hè? Ja, cool, hè? Kom zo bij jou. Dan mag vast even je tanden poetsen. Die zijn aangekleed en wel. En ik ga even mezelf een beetje toonbaar maken. Zoals jullie de afgelopen dagen wellicht hebben gezien in de vlog. Heb ik heel veel pukkels gekregen. En dat is volgens mij een beetje gewoon van de oliebollenmaand, zeg maar. Gewoon natuurlijk iets wat ongezonder geleefd en gegeten. Dan, ik zie er echt niet uit nu. Dan normaal gesproken, ja. En dan popt zich dat bij mij lekker altijd in lekkere rode pukkels uit. En dan zitten ze ook nog zo lekker in het zicht. Iedereen heeft er wel eens last van, denk ik dan maar. Maar gelukkig hebben we een make-upje ervoor. Mijn vader heeft er ook wel eens last van. Hij heeft een krap onderbroek gegeven. Wat? Hij heeft een krap onderbroek gegeven. Oh. Ik heb hem met een krappe onderbroek gegeven. Ja, dan moet je me ook niet vragen om jou een onderbroek te pakken. Ik ben ouder van het ras, hoor. Ah, van toen je nog wat, je weet wel, was. Wat slankere billetjes. Papa die laat even de hondjes uit. Aangekleed en wel. En nu gaan we lekker naar beneden. Even lekker ontbijten. Voordat we zo meteen gaan. Het is vandaag volgens mij echt een beetje een typische zondag. Want we hebben lekker uitgeslapen, gechilled. Zometeen lekker ontbijtje. Even een kerkbezoekje. Ik denk dat we dan even lekker gaan wandelen met de hondjes. En natuurlijk even bij opa en oma bezoeken. Was je al hier? Hé. Hey. Kijk eens, we zijn matchend vandaag. Ja, we hebben samen dezelfde panterprint outfit aan. En ik ook. Kijk. Er is nog eentje. We zijn met z'n drieën vandaag panter. Eet smakelijk. Panter. Zo, autootje op slot. Dat zijn ze ook. Dat is het. Ga naar binnen. Dat is die grote gymzaal. 2 grote gymzaal. Ook naar binnen. Heel gezellig. Oh ja, dat is de tijd, hè? Dat is de tijd. Zie ben jij aan het dansen, Lex? Ja, mooi aan het dansen. Wauw. Mooi kan jij dansen, ballerina. Ballerina Lucien. Papa, weet je wat ik had gekocht? Ik heb een ballerina-staalkamer. Dat is zo. Dat is zo. En dan kan ik een stukje leren van ballet.
leuk. Nou, kom maar, gaan we gewoon. Nou, we hebben de auto geparkeerd en we zijn er eventjes uit, want we gaan even een frisse neus halen en hier een rondje wandelen om een supermooie plas. Waar Daniel en ik eigenlijk ook al vroeger, toen we nog in de verkeringstijd, ook vaak met z'n tweeën een rondje liepen. En mama, waar oma Dropje is begraven. Ja, daarnaast ligt ook begraafplaats waar oma Dropje is begraven, dat klopt. Luxie, die zit altijd op dit plankje. Ook al hebben we de kinderwagen voor haar natuurlijk mee, omdat dit rondje voor haar net even wat te lang is. Hebben we de kinderwagen voor haar mee. Alleen ze wil nooit in de kinderwagen zitten. Ze wil altijd op dat plankje zitten. Maar goed, als ze in slaap valt, dan ligt ze natuurlijk wel in de kinderwagen. Maar als ze lopen en ze is wakker, wil ze altijd op het stoeltje zitten van de kinderwagen. Nou, super schattig natuurlijk. Dus helemaal prima. Het ziet er misschien een beetje apart uit zo, maar goed. Nee, Luxie wil het niet. Ze vindt zich te groot, hè. Nee, daar wil ze niet in zitten. Nee. Zullen op het grote zussenplankje. Ja, Lucille wil het in alle boom beklemmen. De bomen zijn nat, liefie. Hier wilde papa vroeger eerst alleen. Toen met mama en nu met jullie. Ja, dat is wel heel grappig. Dit is een heel mooi plekje hier. En Daniel die liet mij dit zien in onze verkeringstijd. Hij zei altijd van, ik ga vaak zondag hier even mijn overdenkingsrondje wandelen. Toen hij nog alleen was. Toen ging hij best wel een lastige periode heen. En toen nam hij mij mee hierheen. En toen zaten we samen op een bankje daar. Waar we meteen wel even langs kunnen lopen. En toen zaten we vaak te praten over onze toekomst samen. Hoe we dat zagen. En matchte dat eigenlijk heel erg. Weet je nog? Jij kreeg de computer altijd over power. Ja. Ben jij nog gewoon in je oude huis? Ja, en toen matchte dat heel erg. En zo werden we eigenlijk steeds verliefder op elkaar. Mama en papa. Dat is hier ook een beetje ontstaan en begonnen. En toen werden we zwanger van Luan. Tadaa. Daar is Luan. En toen ging ik hier mijn eerste buikfoto maken, volgens mij nog. Zat Luan net in de buik. Toen zag je een heel klein buikje. Daar was ik super trots op natuurlijk. En toen gingen we met Luan hier het eerste rondje wandelen. Toen ik net was bevallen. Het was 40 in de zomer, 40 graden. Kun je dat wel zien? Ik weet niet of we die beelden nog hebben. Moet ik heel ver terugzoeken. Eerste vlog. Kan wel even terugzien. Ja, ik weet niet of ik het kan terugzoeken. Er zijn er zoveel. En toen kwam Lucilla. Toen kwam onze Lucilla. Toen hebben we hier ook met jou gewandeld. En tegenwoordig ook met die andere kleine erbij. Luxie. Die op het plankje wil zitten. En mama. Ja? Nee, dan toen jij een baby was. Toen ik een baby was. Nee, toen ik woonde hier niet. Mama is hier naar Zwolle naar papa toe gekomen voor papa. Ja. Dus papa liet mij hier een beetje de omgeving Zwolle zien. Kijk van hoe mooi het hier is. Mama komt uit Bergendal. Ik kom uit Bergendal. Dat ligt bij Nijmegen. Dat is een klein dorpje bij Nijmegen voor degenen die weten waar het is. Maar hier, mama vond het hier ook heel erg mooi. Nee, hier is geen berg, maar mama vond het hier ook heel erg mooi. Kijk, en hier zitten papa en ik vaak te dromen. Kijk, en hier heb je ook bankjes. Hier, maar dit zijn niet de bankjes. Zullen we even naar het bankje toe lopen? Een stukje verder? Nee, daar. Ja, staat hij er nog? We kunnen toch langs lopen? Nee, dat is modder. Oh, dat is modder. Kijk, daar. Modder. Even kijken, kijk. Ja, en dat is wel even leuk te zien. Zien jullie dat bankje daar staan? Ja. Daar zaten mama en papa heel veel op te knuffelen op onze zondag. Als ik dan vanuit Nijmegen naar Zwolle toe kwam, toen wonen we nog niet samen of zo. Kijk, en dat is dat bankje. Daar, ik zal even inzoomen. En op dat bankje zaten mama en papa altijd heel erg te knuffelen. Hé, mam. En voor die tijd kwam papa daar te bidden tot God. Ja. Ja. En even kijken. Daar is het bankje. En van dat bankje naar deze kuikentjes. Naar de kuikentjes. Mooi, hè? Jullie zijn onze kuikentjes. Wij noemen jullie onze kuikentjes. Je bent geen kuikentje, maar je bent wel ons kuikentje. En naast het mooie landgoed liggen ons opa en oma Dropje ook begraven. En dan wandelen we eventjes langs. Zullen we nu even wat lekkers gaan drinken bij de wintertuin? Ja. Heeft hier een wintertuin. We openen om een dopje ook altijd chocolade. Ja, dat is een soort restaurant, een serre. Waar we even lekkere chocolademelk met een lekker gebakje gaan eten. Ja. Dat is wel gezellig, hè? Vroeger is dat een keer met oma Dropje. Ja. Echt een zondags uitje. Ah, schatjes. Dat lachje is ook zo schattig. Dat is de wintertuin. Daar gaan we even wat eten. Weet je, mama?
Nee, zeg een gym. Zo. Oké, maar. Ja, we hebben lekker. Lekker cakejes bestaan voor de meisjes. Kijk eens aan, ik zie jullie wel eens. Warm chocolade met slagroom. Jam, jam. Dat gaat al in naar zo'n wandeling, hè? Oeh, en een lekker plakje oma cake voor de kindjes. En mama, wat heb jij besteld? Laat maar aan. Appeltaart. Met slagroom, hè? Lekker, lekker. Het smaakt wel naar zo'n wandelingetje. Dat is lekker. Luan is altijd gek op de slagroom, mijn jongen. Kijk eens, die lekker. Die doe maar zelf pakken. Dat is lekker, Luxie. Dat is lekker. Ja, doe Lucilla nou. Doe Lucilla nou. Dat lachje. Jouw lachje is zo leuk. Zo'n aanstekelijk lachen. Hier is een mooi lachje. Ja, ja, doet Lucilla grappig. Ik moet je om Lucilla lachen. Ah, super lekker, dankjewel. Kijk, en al 15 jaar later zit ik niet meer met mijn oma erop. Maar ik maak kost. Nou, ik zeg bon appetit, hè. Laat het smaken. Luxie, eet smakelijk. Vader, wie had het gedacht dat we zoveel jaar later hier niet meer met z'n tweeën zitten, maar met een heel tafeltje vol. Ik kan er maar één ding op zeggen. Gedachten worden dingen. Ja, gedachten worden dingen. Proost. Ze hebben dag, mooie land van het Kranenburg. Tot de volgende keer. Oh, een eindje. Opnopen, dan maar daar de meisjes. Daar. Doe een zoutland open doen. Zo, nou Luxie, je gaat even lekker powernappy doen. Met mama in de kinderwagen. Ja, en als je dan wakker wordt en opgeladen bent, kunnen we lekker spelen. Ja, slaap lekker. Doeg, tot zo. Ja, nou. Ik heb even een rondje met Luxie. Ja. Kom, gaan wij vast lopen. Hallo, hij gaat maar spelen. Hey, is lekker warm met zijn duksokken. Oeh, Donald Duck sokken. Leuk hè? Dik. Lekker warm, hè? Lekker warm, hè? En die glijden niet uit, want er zitten nopjes om. Daar is mama weer. Mama, weet je dan lekker gewandeld? Het is 6 januari, oma. Het is de eerste week van het nieuwe jaar, dan mag ik. Kijk, opa en oma's daar zo'n oliebollen. Ja, dan maak je een vuistje en dan zit hij daar zo in. Ja, goed vuistje. Ja. Wordt hij alleen het hoekje. Wat doet papa nou? Ik zie die van mandje. Mooi hoor, hè, mooi hoor, hè. Schatje. Mooie sokjes, hè? Ja, ja. Nieuwe sokjes van oma gekregen. Voor de warme voetjes. Voor in de serre bij oma. Hm? En nu Silla is hier aan puzzels in het leggen, schatje. Van Peppa Big. Hilert! 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 Nou, terwijl opa en papa met de kinderen even een tafelvoetballetje aan het spelen is. Is Luxie hier... was Luxie daar aan het spelen? Wat zijn ze aan het doen, Luxie? Ze zijn aan tafelvoetballen. En Luxie vindt het hamertje heel erg leuk. Kijk, ze kan hier heel hard op slaan. Kijk, doen deze poppetjes erin. Ja, kijk deze erin. Zo. Die erin. Zo. Zo.
Laat maar eens zien. Hoe doe je dat? Ja! Ja! Ik ben helemaal enthousiast. Goed zo! Die ook nog. Die nog. Ja! Ja! Zitten. Ja, die. Wil je hier tikken? Mama, zet hem hier neer. Kom maar. Kom maar, doe maar hier zitten. Goed zo. Oh, we gaan lekker eten. Luxie, wil je ook een beetje snack? Ja. Van oma lopen? Lekker, lekker. Kom maar eten. Luxie, nou hand af. Kom maar. Doe je onder de duimpjes omhoog. Oh, wanneer? Tot morgen. Tot morgen. Doei. Voeg je hart, boem boem mee. Wees lekker met ons mee. Je hartslag geeft de tempo aan. Als je danst, boem boem mee.